Buis, ik denk dat jij je debuut als trainer in de Eredivisie had ons dat voorgesteld als vandaag. Ja, kun je wel zeggen. Ja. Het is pijnlijk, heel pijnlijk. Ja, dramatisch eigenlijk, hè? Ja, als je 7 weken lang toeleeft naar deze wedstrijd. Je probeert zo goed mogelijk voor te bereiden. Je wordt gesteund vandaag door 500 man in uitvak. En je komt zo voor de dag, dan is dat heel pijnlijk. En daar ben ik verantwoordelijk voor, zo simpel is het. Maar ging er in hoofdzaak mis? Ja. Nou, zo mensen kan je misschien beter vragen wat er goed ging. Ja, ik vond dat er heel veel mis ging. Maar vooral in de eerste beginfase, 20, 25 minuten, dat we gewoon niet de echte agressie en passie hadden. En dan kunnen we over tactiek praten wat we willen en waar Vitesse goed in is of waar de ruimtes voor ons liggen. Maar voetbal begint wel bij een bepaalde beleving en passie. Ik vond dat we na 25 minuten dat meer in de ploeg kwam. En in die fase knokten we ons ook terug in de wedstrijd. Dan maak je ook een goede goal op 1-1. Ja, en dan moet je hem wel tot aan de rust over de streep trekken. Want dan ga je met een goed gevoel de kleedkamer in. En nu ga je gewoon met een rot gevoel de kleedkamer in. Omdat je 1 minuut voor rust zo de 2-1 weggeeft. Ja, dat zeggen ze ook altijd. Een heel slecht moment altijd. Net voor rust een goal tegen krijgen. Ja, voor mij is elk moment dat we een goal tegen krijgen slecht. Want ik vind ook, ja, ook al staat het dan 2-1, dan heb je nog 45 minuten in de tweede helft om dat recht te zetten. Maar ik ben vooral ook teleurgesteld in die fase dat we het eigenlijk vanaf de 3-1, dan we gewoon 10 minuten of een kwartier lang in die fase gewoon onszelf blijkbaar bij neerleggen. En dat we ons naar de slagbank laten leiden. Nogmaals, ik ben daar verantwoordelijk voor. Die verantwoordelijkheid neem ik ook. Want ik heb 7 weken de tijd gehad om mijn ploeg klaar te stomen voor deze wedstrijd. Om ze erop voor te bereiden. Ik dacht dat ik dat goed gedaan had, maar vandaag is gebleken dat dat niet het geval was. Dus dan moet je als trainer ook in de spiegel kijken. En je staat met 2-1 met rust achter. Dan wat zeg je in de rust nou tegen de jongens? Nou ja, vooral gehad over de beginfase wat we niet goed deden. En daarna een fase wat we wel goed deden. En dan probeer je te kijken waar de tweede helft de mogelijkheden liggen. En we nemen eventueel nog een plan B door. Van ja, mocht het bijvoorbeeld 10 minuten kwartier na rust niet lukken, dan we nog wat anders gaan proberen. Want je moet wel de intentie hebben om die wedstrijd te winnen. Ja, daar zijn we eigenlijk niet aan toegekomen, omdat in die fase vanaf de 3-1 in een tijdsbestek van geloof ik 10 minuten geven die volledige wedstrijd uit handen. Ja, maar na de 3-1 krijg je nog een hele grote kant met Mimoun Mahé. Die schiet de bal op de paal, gaat hij erin, krijg je toch een hele andere wedstrijd, hè? Ja, dat is wel zo, maar weet je, als je over de hele wedstrijd kijkt, hebben we daar te weinig aanspraak op gemaakt. We hadden ook met Tom een goede kans op 2-2, net na rust, een vrije kopbal die de keeper pakt. Maar ik vind vooral dat we veel te veel hebben weggegeven en dat we ons te makkelijk naar de slagbank hebben laten leiden. Een kracht was juist tegen Werder Bremen en Kaan dat we het verdedigend en organisatorisch goed voor elkaar hadden. En daar was vandaag niks van terug te zien. En daar ben ik wel teleurgesteld in. Gewoon de onderlinge afstanden. Mensen die zomaar instappen waardoor mensen in hun rug weglopen. Het verdedigen voor de goal. Tegenstanders die heel makkelijk voorzetten kunnen geven. We ook continu op gehamerd. Als je dan ziet in de eerste helft dat je 2 tegengoals krijgt en een kopbal op de lat uit 3 voorzetten. Ja, daar ben ik wel teleurgesteld over. Maar nogmaals, blijkbaar heb ik die jongens dan niet goed voorbereid op deze wedstrijd. Zorgelijk dit? Ja, dit moet wel zorgelijk zijn. Want als je met 5-1 eraf gaat en de manier waarop, daar moeten we niet te makkelijk overheen stappen. Want ik vind dat ons niet mag overkomen.